In verband met de herdenking van de 8 decembermoorden van 1982 wordt er morgen een aangepast programma afgewerkt. Dit zegt Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden. Traditioneel zullen op deze dag twee activiteiten plaatsvinden. Zoals gebruikelijk vinden er op 8 december de afgelopen jaren al twee activiteiten plaats. Eén is om 12 uur 's middags een bloemenhulde in het Fort Zeelandia, onder leiding van de stichting 8 december 1982. En 's avonds om 7 uur vindt er een herdenkingsdienst plaats, onder leiding van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. Dit jaar gaat die dienst overigens niet in de kerk plaatsvinden in verband met de bekende COVID-problematiek. Maar zal er een televisieuitzending zijn op Apinti televisie en op ABC televisie vanaf en die start om 7 uur 's avonds. En daarin zal onder andere een terugblik te zien zijn op het hele 8 december strafproces. Esset zegt dat er ook een vraaggesprek zal zijn met nabestaanden van enkele slachtoffers. Dit interview zal worden uitgezonden. Op deze aangepaste manier zullen de slachtoffers van de moorden van 8 december 1982 herdacht worden. Het proces is nog niet afgerond. En dat komt omdat onze wetgeving aan verdachten een heleboel rechten geeft. En natuurlijk, elke verdachte mag van alle rechten gebruik maken. En het laatste recht dat de heer Bouterse als verdachte heeft op dit moment is hoger beroep bij het Hof van Justitie, dus bij de hoogste rechterlijke instantie. Dus de zaak is nog steeds bij de rechter. Maar wij verwachten dat het nogmaals in het jaar 2022 afgerond moet kunnen worden. Die wens is niet alleen een wens natuurlijk, maar het is eigenlijk wat de wet voorschrijft en ook Suriname volgens internationale verdragen verplicht is om dit soort rechtszaken met voortvarendheid aan te pakken. We hebben er alle begrip voor dat de afgelopen 13 jaar het Hof van Justitie, of althans de krijgsraad, haar uiterste best heeft gedaan om de zaak af te wikkelen. Esset zegt dat de nabestaanden verwachten dat het hoger beroep bij het Hof van Justitie met alle voortvarendheid wordt afgehandeld. Hij benadrukt dat het een verplichting is van de rechterlijke macht om ervoor te zorgen dat in elke strafzaak gerechtigheid zegeviert.